het is stil geworden in het stadion. En dan klinkt het applaus weer op voor deze 8 absolute topklasselopers. Met een snelle start van Innocent Echbounike, zoals we dat van hem gewend zijn. In Rome vorig jaar werd hij in de laatste 100 meter gepasseerd door Thomas Schönleben, de Oost-Duitser, die is er dus niet bij. Deze keer hier in Zurich, Echbounike aan de leiding. Maar nu moet Reynolds komen, die is sterk in de laatste 100 meter. En daar komt hij. Harry Lee Butch Reynolds met groot overwicht. En hij gaat een schitterende tijd neerzetten, 43-30. Ruim een halve seconde onder het wereldrecord van Lee Evans. Gevestigd op 18 oktober 1968, bijna 20 jaar geleden.